Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag zijn we op zoek naar een Surinamer ergens buiten de grenzen. En we hebben deze mevrouw gevonden vandaag. Zij zit namelijk op Curaçao. Zij is Urta Helstone. En we gaan vandaag een kennismakingsbabbeltje met haar houden om te vertellen wat ze allemaal doet en waar ze haar Surinaamse kennis mee naartoe genomen heeft. What we need is a little Q-Time. Mevrouw Helstone, welkom in Q-Time. Dank u wel, mevrouw Odette. We gaan even kennis maken met u. Ik weet ongetwijfeld als er mensen zijn die nu naar televisie kijken of ons social media kanaal volgen, dat ze u zullen herkennen. Ik weet niet als iedereen zal weten dat u op Curaçao zit, maar laten we even kennis maken met u voor de mensen die u niet kennen. Oké, ik ben Urta Helstone. Ik ben 54 jaar jong. Eerstgeborene, enige dochter van Eddie Helstone en Carmen Helstone-Rijker. En moeder van een prachtige dochter van 26 jaar, Grisha Griffin. En ik ben als arts nu werkzaam op Curaçao sedert 1 oktober 2019. Oké, u heeft al die tijd ervoor, heeft u wel gewoon in Suriname gewoond en gewerkt? Klopt, ik heb in Suriname gewoond en gewerkt. Ik ben in 2011 afgestudeerd als arts. Toen ben ik gestart bij het Nationaal Tuberculoseprogramma focal point tuberculose. En ik was al sinds 2010, dus voordat ik beëdigd arts was, werkzaam in het diaconessenhuis op de afdeling interne geneeskunde als HIV-behandelaar. In 2012 ben ik toen gestart als huisarts. Eerst in dienst bij Weiland Dr. Chatterpal. In september 2016 heb ik dus toen mijn eigen huisartsenpraktijk opgezet. En dat deed ik toen ik een vacature zag langskomen, of eigenlijk onder mijn neus geduwd gekregen, dat er een opportunity was om als verzekeringsarts, maar ook al ben ik geen verzekeringsarts, maar basisarts, verzekeringsgeneeskunde, te solliciteren op Curaçao. Ja, oké. En toen ging u? Er is wel een gap van ongeveer 2 jaar tussen geweest, want je weet, alles moet geregeld worden. Werkvergunning, verblijfsvergunning. Voor andere mensen zou dat misschien een beetje setback of teleurstelling zijn, maar het was voor mij juist heel goed, omdat ik me toen echt goed kon voorbereiden op mijn vertrek uit Suriname. En ik denk dat dat geholpen heeft dat ik dus er tot de dag van vandaag geen spijt van heb, want ik heb het echt heel goed kunnen doen, afscheid nemen van mijn geliefd Suriname. Ja. Oké, wat heeft u toch laten besluiten om dat te doen? Wat mij heeft doen besluiten is gewoon, het is iets heel nieuws. Ik heb nooit gewerkt in de verzekeringsgeneeskunde. Bij HIV-tuberculose en als huisarts had ik voor mij doen mijn plafond bereikt. Er waren geen groeimogelijkheden meer voor mij. Vanwege mijn leeftijd zou ik ook niet meer kunnen specialiseren. En dit was gewoon something new, brand new. Dus hele nieuwe uitdaging. Ja, oké. Okay. Maar een stap nemen buiten Suriname, alhoewel Curaçao niet zo'n grote stap is. Het heeft toch ook wel een beetje de, ik zal het maar even de koloniecultuur noemen. Dat hebben we een beetje gemeen, alhoewel het niet hetzelfde is. Temperatuur is hetzelfde. Ook een beetje anders, maar lijkt op klinkt als. En ook de taal is hetzelfde. Dus er zijn best veel overeenkomsten. Dus het is een klein stapje. Maar toch is het wel weg uit Suriname en alles wat u kent. Hoe heeft u dat voorbereid in die 2 jaren die u de tijd heeft gehad om die stap te maken? Oké. Net wat ik zeg, ik was in ik heb gesolliciteerd november 2017. Ik was in september 2016 samen met een collega, dokter Mohan, gestart met de huisartsenpraktijk. Dus ik heb eerst met haar gesproken van, hey Shoba, dit speelt, wat denk je? En ze zegt, weet je Urta, gewoon doen. Ik zal wel gewoon dan dat gedeelte van de polykliniek overnemen. Toen heb ik er met mijn partner over gesproken. En die zei van, meid, gewoon kijken wat jij wil. Als het iets voor jou is, doen. Oké, dus je begrijpt alvast mensen die heel positief al ingesteld zijn. Ondersteunen, hè? Ja. Juist. Mijn ouders, die ik dankzij God nog steeds heb,
Ik woonde precies naast hun en ik zat daar toch een beetje mee. En met hun gesproken en ze zeiden tegen me, kijk, je hebt het goed overwogen. Doe nu wat jij voor jou wil. Je hebt altijd naar ons gekeken, naar je dochter gekeken. Doe nou iets voor jezelf. Ja, en toen begon het. Ik was enthousiast, heel erg enthousiast. En mijn enige broer die nog in leven is, want ik had er twee. Die ene, beide woonden al op Curaçao. De jongste is helaas ook op Curaçao komen te overlijden. En die woonde al, de andere die nog leeft, die woonde er al 30 jaar. Dus dan heb je toch dichter bij mijn broertje. Als je een beetje vangnet hebt. Ja. Juist. Maar heeft u niet hele huis en haard meegenomen? Dochter, man, ouders, nee? Mijn dochter woont en studeert in Nederland. Mijn ouders, die hadden zoiets van... zij hebben jaren ook op Curaçao gewoond. Hè? Ik heb van toen ik 1,5 jaar tot ik 3,5 jaar was, heb ik gewoond op Curaçao. Dus zij hadden zoiets van, nee, we zijn al oud, we blijven hier. Partner had zoiets van, begin jij te gaan? Ik zie wel. Achteraf zegt hij van, hij had zoiets van, ach, deze gaat het niet maken. Ze houdt te veel van Suriname, ze heeft hier opgezet. Na 1,5 maand is ze terug. Dus mijn inboedel kon ik invliegen, want daar wordt echt voor gezorgd. Dus ja, ik heb heel veel van mezelf ook mee kunnen nemen. Ja, oké. Uw dochter is nog steeds in Holland en uw partner woont nog steeds in Suriname? Ja. Dus het is een long distance relatie geworden. Ja, maar het mooie van is, bijvoorbeeld toen hij door had van, deze komt niet terug. Toen was het de tijd om mij te komen bezoeken. Ik was gelukkig in december 2019 naar Suriname gekomen voor een paar dagen. En toen kwam COVID. Nou, we hebben toen echt pas juli 2021, toen de grenzen open gingen, kon hij hier naartoe komen. En, maar de periode heeft ons juist dichter bij elkaar gebracht. Echt waar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is een van de positieve zijdes van COVID. Ja. Wat mist u het meest uit Suriname, behalve familie natuurlijk en vrienden? En wat bevalt u het best op Curaçao? Wat mis ik van Suriname het meest? Dat is echt een moeilijke vraag. Dat is een hele cliché vraag eigenlijk. Ja, maar behalve familie en vrienden, dat mag niet. Dus dat telt niet, want dat is sowieso. Weet je wat ik het meeste mis? Het meeste mis ik het feit, kijk, ik werk nu, je bent als werknemer binnen een organisatie. En daar heb je dus dat je moet houden aan werktijden. Ik moet ook inklokken en uitklokken. En ik heb aantal vakantiedagen. Ik heb dat nooit gekend. Oh ja, toen, voordat ik arts was, werkte in het onderwijs, dus toen wel, maar dat is like bijna 100 jaar geleden. Dus gewoon even plannen van, oké, nu wil ik even eruit. Ik moet nu even eruit. Collega bellen van, hey Manuela, kan je de waarneming doen op de poli? Ja, oké. Aan mijn coördinator bij het TB-programma even zeggen, hey Erik, zo en zo'n periode, komt dat goed uit? Ja. En weggaan? Nee, dat kan nu niet meer. Ik moet echt rekening houden van, oké, hoeveel dagen kan ik eruit? Wanneer kan ik eruit? Is het wel raadzaam om nu zo eruit te gaan? Daarnaast mis ik ook mijn sport. Want ik werkte in Suriname ook altijd als ringarts bij de Thaibox-galas. En dat mis ik wel nog steeds. Dat zijn echt de dingen die ik mis. Ja, oké. En Curaçao, wat levert Curaçao u op persoonlijk? Persoonlijk heel veel. Qua mijn carrière. Ik werk vorig jaar, want ik werk hier als controlerend geneeskundige. En dat houdt dus in van dat ik de AO-bepaling doe bij de mensen met een bedrijfsongeval. En vorig jaar juli werd ik aangesteld als personeelsarts. Dus personeelsarts binnen de SVB. En heel eerlijk, het is gewoon zo. Het feit dat ik na jaren weer echt gewoon kan sparen en leven zoals ik wil leven. Dat is toch wel, en dat ik mijn dochter
eigenlijk toch wat meer kan geven. Gewoon ook financieel veel vrijer en veel meer ruimte heb en toch meer kan sparen. Dat is wel een van de pluspunten die ik hier heb gehad. Ik begrijp het. En ik hoor ook het sentiment in uw stem als u dat zegt. Dus dat snap ik. En toch zou ik niet willen adviseren dat iedereen plotseling een vliegtuig pakt en ergens anders gaat werken natuurlijk. Hè? Nee. Maar het is ook niet zo makkelijk hoor. Want echt, het is om te werken, vooral op Curaçao en vooral uit Suriname. Je begrijpt het. Ze moeten een werkvergunning voor je regelen. En een verblijfsvergunning. En er was een moratorium op artsen vanuit het buitenland. Dus vooral in de medische sector, maar dan niet op het specialistisch niveau, hè, want daar zoeken ze wel vaker naar mensen. Maar dat gedeelte is heel, heel, heel langdradig. Waardoor mensen ook ontmoedigd raken om richting Curaçao te komen. Okay. Nou, in ieder geval denk ik dat u nog steeds wel met uw hart twee benen gesplitst staat in Suriname Curaçao. Gelukkig is de overstap heel klein. En kunt u nog makkelijk een 2 uren vlucht tussen Suriname en Curaçao boeken. Tussen de 2 weekenden door. Om zo min mogelijk vakantiedagen op te maken. Om optimaal te genieten ervan. Mevrouw Helstone, het was een heel leuk gesprek. Dank u wel. Heel inspirerend. Ik vind het heel flink wat u gedaan heeft om toch de stap te nemen. En ja, hoe je het ook dat of keert, zeker uw partner niet met u mee te nemen en toch te gaan. Ik vind dat heel mooi. Aan de ene kant heel dapper. Aan de andere kant weet ik zeker dat het heel veel durf en ook wel wat tranen heeft gekost voordat u op dat moment bent beland. Geloof u wel. Ja, ik geloof het wel. Maar ik vind uw verhaal heel erg inspirerend voor alle vrouwen die inderdaad, net wat u zegt, hè, ook het recht hebben om voor zichzelf te kiezen van hey, wat vind ik leuk en ik hoef niet alles op te geven om te willen of achterna te gaan wat ik wil of wat ik leuk vind. En dat vind ik bijzonder inspirerend. Dank u wel daarvoor. Heel erg veel succes met uw carrière op Curaçao. En ik weet zeker, nog geen sprake van pensioen voorlopig, 13 jaar nog of zo. Maar daarna weet ik zeker dat u toch maar weer gewoon gezellig naar hier komt. Dat is de bedoeling. Dat is wel echt de bedoeling. Als ik het volhoud tot mijn pensioenleeftijd hier. Maar na mijn pensioen ben ik toch weer terug. En toch ergens als part-timer werken weer op een huisartsenpraktijk. Of misschien bij het staatsziekenfonds mijn kennis en mijn krachten die ik dan nog hopelijk heb, komen geven. Zeker weten. Prima. We kijken naar u uit. Heel erg veel succes en heel bedankt. Dank u en u ook bedankt voor deze gelegenheid. Oké, goeiedag. Bye. Doei. Dat was het zeer inspirerende gesprek met mevrouw Urta Helstone. Natuurlijk is het nooit leuk om kader uit Suriname te missen en die te moeten uitbesteden naar andere landen. Aan de andere kant moeten we als Suriname trots zijn dat het kan en mag. Maar zeker meer de les die vrouwen zouden kunnen halen uit haar verhaal. Om te weten dat het oké is om te durven dromen en achter hun ambities aan te gaan. En daarvoor niet alles te hoeven opgeven. Dat vind ik toch wel het mooie uit dit verhaal. Ik hoop dat u heeft genoten van ons gesprek met mevrouw Helstone en nodig u uit om er volgende keer weer bij te zijn bij een andere aflevering van Q-Time.